Amai, we hebben nogal wat gekocht, zeg. Ingestraald water, amuletten voor onze rol, boeken en wat weet ik allemaal niet. Onze rol kan weer van alles en ik weet niks, hè. Ah. Bijna gemakkelijk, maar ik kan wel liefst dat je niet op de hond piest, hè. Dat begrijp je wel. Goeiedag. Ik kan me zien wat dat je met mijn motten gaat doen. Het is vreemd, ze zijn nog aan de vrije gangster hier, mot. Jawel. Ik kon me zeggen, in het vervolg ga je wat nodig hebben. En gazette sigaretten, dat moet je maar zeggen, hè. Ja, u deftig vertijden, ja. Hey, Roe, weet jij rond wat ik, jong? Dat is een amulet. Dat beschermt mij tegen duistere krachten. Wauw, jong, een amulet, jong. Is kei graaf, jong. Kun je ook zo'n amulet, jong? Ja, goeiedag. Ik zou nog wat inlichtingen willen zo over wat jij allemaal zei van het licht en al. Ja, het licht, ja. Het licht brandt, ja. Wat is het van het licht? Ja, jij zei dat wij allemaal deel uitmokten van een energie en zo van die dingen zo. Oh, maar hoe? Heb je gezien op iemand van mijn shows of wat? Maar hoe? Maar domtje, wacht even. Wat is dat je precies wilt weten over het licht? Vandaag, mannetjes, is een trieste dag. Namelijk de dag waarop dat wij afscheid nemen van onze goede vriend Roel. Hoe hard hebben we allemaal niet gelachen, hoeveel plezier hebben we allemaal niet beleefd met onze goede vriend Roel. Er is namelijk iets erg gebeurd. Vertel het me, Roel. Er is iets mis met mijn balkjes. Inderdaad, dus jullie gaan ongetwijfeld met een hoop vragen zitten na hoe dat ver moet. Daarom hebben we het volgende uur in plaats van les een soort groepgesprek in de expressieruimte waar dat je zo verwijen kunt opschrijven wat de roofraap betekent deed. Wat je nog zou willen zeggen dat les een dag je gevoelens en gedachten dienen opborrelen. Dus ik kon er niet bij zijn, want ik heb nog dienst te doen, maar laat dat allemaal sereen verlopen, hè. En Roel, trek dus om mijn vinger. Nee, dat was toch mijn kamer. En dat wordt mijn nieuwe jazzballetruimte hier. Wat dat even dat je nog zei? Ja, Roel, leg de wagen hier maar ergens in een bed, hè. Ik moet kijk de ronde de kerken, ja. Kan ik hier je datum niet meer verleggen, hè. Zeg. Doe dat goed in de hemel, hè. Salut, hè. Salut. Hey, is kei graaf, jong. Zo'n kerken al. Met van die printjes met de roller op en zo. Is kei graaf, jong. Welkom allemaal. En merci voor te komen in zo'n grote getale naar onze roze begrafenis. Ik heb een klein filmpje gemaakt en ik stel voor dat we daar even in gaan zien. Hier is onze rol op zijn 3 jaar, vol verwondering aan het speulen met al zijn speelgoed. Hier is onze rol in bed met zijn lieblingsbeer. Hij kan nooit slapen zonder, hehehe. Dat was hem ongehecht, hè. Ja, en hier heeft onze rol juist een hond gekregen en heeft het wat de bond gemokt, hè. Dus ik zei als straf, dan mogen niet mee met een beer slapen, hè. Allee, rol, het is bedtijd. 7 uur, jam. Kom aan een beer. Nee, rol, ze is stout geweest, hè. Dus dat gewoon een nacht zonder weer, jam. Kom aan een beer. Laten we ons tot slot troosten met de gedachte dat onze rol gewoon nog ergens wat dat beter is dan hier. Altijd was onze rol over een helpende hand, een lach in een traan. Altijd kon op onze rol rekenen. Misschien is hem na niet meer aanwezig, maar hij zal altijd in ons hart aanwezig blijven. Amen. Hoe is de naam? Roel. Roel.
Ga moet nog niet in de hemel zitten, ze. Ga nog te veel dingen doen bij die. Oké. Zeg, manneke, lieg die schoenetjes in de weg, maat. We markeren je even eigenlijk. Kim niet aan mijn balkjes. Hoe wil je er eens in eens zien, jong? Denk dat je te maken met mijn vader een flauwe grappenmaker? Want hier mankeert dus niks mee, hè? Het is niet waar. De heilige geest heeft ons bezig gehoord. Onze roe leeft nog. Jij gezeten, jong? Hoe is het met je balkjes? Ja, dat was maar een flauwe grap. Ah, ja, va. Hé, jong, dat was hier kei graaf, jong. Hé, met van die filmpjes was kei grappig, jong. Maar Roel, ik hoop dat je daar content bent, hè. Je moet wel goed belachelijk maken tegenover mijn vriendinnen, hè. Sorry. Hallo. Zeg, Roel, kom maar eens al, jong. Ik ben niet voor tijd aan mij. Oké. Alles van rondjes? Ja. Hela, mannek. Dan mag je niet binnen, hè. Dan ga je misslag moeten nemen, ze. Wat saus is dat? Nog saus. Jo, pak maar mee. Ah, Roel, kom een keer kijken hoe dat die hot in te vangen, hè? Komt die eten brengen voor vorderen? Ja, hij zit dan nog een brave jongen, hè? Dan nog een heerste, zo, vorderen. Maar dan lukt het hard, ze topen hier in te vangen. In te vangen, niet in deze cellen, niet pens dat ik homoseksueel ben. Kijk maar, ik zeg weer de buffjes, hè? Maar zeg, maar hoor, kan een keer bitten van daddy, want het zit er vrij goed uit, hè? Maar hoor. Oh, stief goed, 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 goed. Lekker, lekker. Maar Sigrid, jong, wat zijn jullie aan het doen, jong? Wat zijn jullie mee bezig? Weet je wat dat is, jong? Wat? Maar dat die zitten van mijn kakken, jong, is in een nootje, jong. Maar jong, wat? Ja, dat is toch lekker? Moet toch zijn? Dat is toch lekker? Doet die deur eens open? Ja, ja, momentje. Komt dat dat hier allemaal leeg is? Ja, ik heb dat gegeven om mijn guru. Dat is toch allemaal maar materieel en zo, hè. Moet eens klappen met die guru van haar. Treed binnen in het gele tom van het gele lijf. Ga goed dus dingen eens teruggeven, hè, manneke. Bedoel met die zever. Dat zou wel smaken, zeker, en al die gevangeniskost. Alleen vertel eens, waren daar toffe mensen in het gevangen? Ik had die in een smal nooit meer zien. Het ziet er lekker uit. Zij is Roel thuis. Roel, ik kan me toch nog een keer bedanken, man. Wat hier voor mij gedaan, dat we hier het een en ander. Door hier en ben ik zo gewoon binnen pezen en bij mezelf zitten pezen. Maar hoe is het ermee bezig? Ik heb zo van die dingen beseft van mijn hoe. Ik heb elkaar niet tattoo, verdragzaamheid. Allemaal door hier, ik heb veel respect voor je. Dus Roel, jongen, hier zouden de meren moeten zien, jong.